Dus we gaan even naar de dokter om te kijken wat het is. Waar ben je? Je moest me verwachten, hoe kan je? Jongens, ik ben verslaafd. Aan Formule 1 kijken. Op Netflix. Heel leuk. Hele leuke serie. Heel vet. Als je Formule 1 leuk vindt, heb je het vast al gezien. Ik ben een beetje laat weer. Maar kijk wat ik heb in één keer. Holy, kijk nou. Ik heb een zieke splinter. Kijk hoe groot die is. Hele boom. Zie je hem? Ja. Ik zal hem eruit trekken even. Ja, maar je moet het niet afknippen. Oeh, laat het nou aan je moeder doen. Ik heb heel bloed. Doe het nou. Kijk. Zie je hem? Mm-hmm. Laat je moeder dit nou even doen. Nee. Wauw. Nee. Wauw. Oh, dat is heel groot. Trek hem eruit. Het is van die rand van het zwembad, of niet? Ik weet niet, ik voelde hem helemaal niet heen gaan. Ik heb allemaal bloed. Auw. Ziet eruit? Ja. Zo. Kijk hoe groot die was. Best een grote lift. Ja, maar ik leef er. Oké. Okay. Even een beetje spul erop? Nee. Ja, maar even een klein beetje in huis. Even om te... Bruis niet, dus er zat niks. Jongens, meisjes, vakantievlogs zijn echt heel leuk om te maken. Ik heb altijd super veel beelden. Hier ook echt knijterveel. Als je er een beetje verstand van hebt, dan zie je dat dus echt veel beelden zijn. Maar het editen, oh, het duurt zo lang. Ik ben er altijd zo lang mee bezig. Ik ben nu letterlijk al een uur bezig en ik heb echt ongeveer 2 minuutjes geëdit. En dat worden er waarschijnlijk 20. Dus ik moet nog even aan de slag. Maar... ik kreeg een appje dat de lunch klaar was, dus ik ga even wat lunchen. Chaps. Dus vandaar dat ik dacht, ja... Ho, neus. Nee. We hebben een beetje haast. Ik heb letterlijk mijn eten binnen 2 minuten opgegeten, serieus. Ik was helemaal iets vergeten. We moeten Day helpen bij haar nieuwe huis. Nee, maar we moeten Day even helpen bij haar nieuwe huis. Nu zeg ik het wel goed, want die krijgt vandaag leuke dingen binnen en we moeten even helpen met tillen. En mijn mattie Daan die komt ook helpen tillen, dus dat is super gezellig, want dan gaan we daarna lekker chillen met z'n allen. Dus daar heb ik zin in. We pakken nu snel de auto, gaan naar D toe, gaan we helpen tillen. En we zijn eigenlijk al te laat, we moesten daar om 1 uur zijn en het is nu 1:05. Dus we mogen een beetje opschieten. Ben ik weer, yay! Oké, wat gaan we doen? Leg even uit. Oké, we krijgen vandaag de olijfbomen binnen. Ja. Maar die zijn hoger dan 2 meter. Hoog. En zijn gewoon best wel zwaar. En we moeten nog een gat graven. En het is 35 graden. We hebben er zin in. Samenvatting van deze leuke dag. Maar waar wil je ze nou zetten? Ja, ze moeten hierin komen. Allebei? Ja, nee, één daar. Eentje daar, eentje hier. We moeten hier dus een gat gaan graven. Nu ja. Eigenlijk. Oké. Okay. Dan die boom erin zetten. En dat was het. En dan weer dichtgooien. En plantjes. Ja, oké. Okay. Goeie. Nou, de plannen veranderen wel heel snel ineens. Isa die moet naar de dokter. Nou, wisten we eigenlijk eerst ook niet. Mag ik laten zien? Kijk, Isa die heeft hier een heel gek plekje. We weten niet wat het is. Niet aanzetten. Nee, ik heb hem niet aangehaakt. Dus we gaan even naar de dokter om te kijken wat het is. En nu gaan we dus weg. En nu kunnen we dus niet Day helpen. Nou, kunnen we net niet helpen. Zijn ze er net, moeten wij weg. Shit, sorry. Wat het dus is, ik heb... werd dinsdagochtend wakker met dat plekje op mijn rug. Toen jeukte het heel erg, maar toen dacht ik eigenlijk dat het door iets geprikt was of zo. Maar zoals jullie kunnen zien, lijkt niet echt op een muggenbeeld. maar ik heb al eens gordelroos gehad. En gordelroos is een soort van waterpokken, maar dan anders. En dat is heel besmettelijk. Dus als ik dat heb, dan is dat wel echt vervelend. Want dan mag ik ook niet zwemmen en zo. Dus daarom wilde ik het wel even weten helemaal, omdat wij... Weet je dat we naar Zeeland gaan? Nee, maar dat kan je niet vertellen. We gaan morgen naar Zeeland. Dus dan moet ik wel even weten of het iets is. En als het iets is, dan krijg ik daar van de dokter natuurlijk ook gewoon een zalfje voor of zo. Dus dan is het zo weg. Maar dat is op zich niet heel erg. Nee, het is sowieso niet heel erg. En het gaat ook vanzelf wel weer weg als je er niks aan doet. Alleen omdat het zo besmettelijk is, vind ik dat wel lastig. Ja, snap ik. Dus gewoon even checken. Ja. En eigenlijk zat de dokter tot volgende week donderdag vol, helemaal. Maar ze had nu nog toevallig 1 plekje tussendoor. Dus daar gaan we nu snel heen. Ja. Als de auto voor ons ook een beetje doorrijdt. Nee, dat doet hij niet. 38, gewoon. Mag je 50? Nee, is goed. Ik mag niet mee. Dus succes. Ja, dank je. Doe je best, hè? Yes, doe ik. Tot zo. Heel eerlijk,
elke dokter is altijd te laat. Kom je daar, heb je een afspraak. Om 2:10 moet je alsnog super lang wachten. En ondertussen is het alweer 2:10, dus al 20 minuten later. En ik weet eigenlijk niet of Isao aan de beurt is. Maar het duurt ontzettend lang. Oh mijn god, wat duurt het lang. Ongekend. Ik heb er echt geen zin in. Oh, ze is er. Oh, dat is toevallig. Ik wist niet dat ze er nu al was. Ik weet niet wat er aan de hand is. We gaan het horen. Het is inderdaad gordelroos, zoals ik al dacht. Oh. Maar ze doen er niks aan, want het gaat vanzelf weg. Oh. Oké. Okay. Nou. Alleen moet ik oppassen dat er geen blaasjes worden. Ja, maar je mag wel zwemmen dus. Nu wel. Yes. Dat is nice. Maar hoe kan je dat uit de zon laten? Nou, als je in de zon. Nee. Als je in de zon bent, dan moet je het gewoon goed insmeren. Met zonnebrand. Ja. Oké. Okay. En. Als je gewoon uit het zwembad wilt, ga gewoon even shirt. Ik heb gewoon een shirt aan. Ah, oké. Okay. Dus dat. Maar het valt mee. Ja, het valt mee, maar het is gewoon irritant. Ja, het had erg. Ik heb altijd dit soort dingen. Ja. En als het blaasjes worden, mag ik niet zwemmen. Nee. Oké, okay. Nou, duidelijk. Yep. Daan! Ja. Kom eens! Ja. Waar ben je? Je moest hem verwachten, hoe kan je dat ook? Je moet hem toch verwachten? Ja, ik verwacht hem, maar ik dacht eerder buiten. Wat, je schrok echt heel erg! Ik heb echt getegen, hoor. Oh, je schrok. Die was heel grappig. Ik heb je denk ik nog nooit zo erg zien schrikken. Jawel, 1 keer eerder. Echt? Ja. Hé, kijk, we hadden een feestje. Ja, we hadden goed gedronken, hè? Ja, we hadden echt veel op, man. Er is nog meer op, hè? Ja, maar niet alleen dit. Dronken 7 man of zo. Ja, helemaal niet veel, dus nee. Er was wel veel op. Maar dat is juist goed, want dan kunnen we het wegbrengen. Heb je het heet? Je hebt helemaal zweet of zo. Ja, een beetje hoe het komt. Ik was net bij je zus helpen. Ja, jij hebt wel goed geholpen, hè, Daan? Bomen van 200 kilo. Nou, jij hebt wel goed gedaan. Spring je even erin? Ja. Ja. Oké, 3, 2, 1. Woehoe! Koud? Ah. Is koud? Heel lekker naar dit. Ah. Koud? Nou, Niet echt warm, hè? Het is niet warm, maar niet koud. Oké. Okay. Ik heb erger meegemaakt hier. Ja, dat kan je wel zeggen. Soms zijn er nog steeds aan. Ja? Uh-oh. Dat is toch niet erg? We moeten die even uitzetten. Ja, doe even. We zijn hier aan het chillen bij het zwembad. En we hebben even iets leuks, want Isa die komt in één keer naar buiten met nog een vlugel van mijn verjaardag. Nou, helemaal warm natuurlijk. Gadverdamme. Toen zei ik tegen Daan, 1 op 10, wie hem opdrinkt. Doorgaan totdat iemand hem heeft? Ja. Oké. Okay. Eerst voor jou? Nee. Oké, 3, 2, 1, 7. Ah. Oké, voor mij. Oké. 2, 1, 4. Yes. Oké, ga je lager of niet? 1 op 6. 1 op 6? Ja. Oké, is wel heel spannend nu. Ik heb echt geen zin hierin. Oké. Tel maar. 3, 2, 1, 1. Ja, let's go! Yes! Ah, dan gaat die vrienden pas regelen. Ja, dan laat ik hem even een uurtje liggen. Hoppa! Het is warm niet eens, joh. Drink maar op. Hij heeft gisteren al gedronken en is nu brak. Hij heeft er echt geen zin in. Maar wat is dit was een fantastische 1 op 10 weer. Hoppa, 3, 2, 1. Hutsie, go. Je wilde eigenlijk nog niet gaan, maar je ging toch. Hoppa. Niet uitspugen in het zwembad, hè? Het is helemaal warm. Oh, nasty, bruv. Nou, goed gedaan. Was een leuke 1 op 10. Oh ja. Eerst, ik heb een vraag. Ja. Jij zit nu in een band. Ja. Nee, nu moet ik plassen. Auw. Deed het pijn? Ja, dat deed echt pijn. Oh, dat is toch logisch? Sorry. Daan, echt niet. Je hebt hier het gat met je jek. Spring. Nee, ja. Yay! Oké, okay, oh, Wim komt even kijken wat er aan de hand is. Omdat hij ineens hier geluid heeft. Zal ik ook even springen? We zijn even alles aan het inpakken, want wat we gaan doen... Isa en ik die gaan dus morgen vertrekken naar Zeeland met de moeder en het zusje van Isa. En dan gaan we daar een paar dagjes zijn. Gewoon lekker chillen, een beetje vakantie vieren denk ik, hè? Ja. We hebben geen idee wat we allemaal kunnen doen, wat geen idee.
Het wordt gewoon leuk. Dus we zijn weer spullen aan het pakken. We hebben hier al een aantal kleertjes. En ik heb deze tas met mijn laptop. En ja, alle camera spullen, zodat ik ook filmpjes kan opnemen. Nou, wij gaan even de rest van de spullen pakken. En dan gaan we even naar de McDonald's. En dan is het pakket? Ja. Hoi. Dankjewel. Dankjewel. Ja, mama is gezet. Oké, jongens, wat hebben jullie liever? Jullie moeten elke dag sowieso naar de McDonald's. Maar je moet wel iets kopen. Maar niet per se friet of zo, mag ook gewoon iets anders. Water. Ja, gewoon zoiets. Elke dag, hè? Daar zit vet. Of je moet elke dag minimaal 2 kilometer lopen. Nou, oké, maar je moet sowieso eigenlijk al 10.000 stappen op een dag lopen. Dus doe mij dan maar die twee dingen. Oké. En jij is? 2 kilometer. Ik doe de Mac. Elke dag lekker naar de Mac. Dat was je unicorn challenge. Nee, niet bij mij. Oké, doen we dan maar een 1 op 10 wie je unicorn moet doen? Nee. Steen, Pier, Schaar dan. Kom, doe mee. Nee. Isa verliest toch, doe nou mee, jongen. Nee, want ik verlies. Nee. Zeg, dan 1 op 10, dan kan je nog... Ja, maar dat kan niet met z'n drieën. Nee. Hoe kan je ook nee, verliezen? Ik krijg niet. We hadden het niet eens afgesproken. Nee. Hoe kan nou? Jawel, dit moet dus, hè. Je hebt nu verloren. Doe het eens. Hallo. Nee. Doe nou. Ja, dit was nice. Nee. Ik hoop dat ik goed had gefilmd. Even lekker zo. Er viel net iets vies uit de lucht. We weten niet wat, maar het viel op me. Een vogel. Kijk, ik had nee, niet op ons spugen. Oh! Holy, het was wel vet. Echt? We waren dus even lekker een ijsje halen. En gewoon even lekker gezellig chillen. Even lekker niks doen. Het is lekker weer, hè. Maar nu we onderweg zijn naar huis, ik ben er net voorbij gelopen en toen schoot het me in één keer te binnen. Wilde ik eigenlijk iets laten zien, al heel lang, want ik heb het al zo vaak gezien en nooit verteld aan jullie. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd. Ik denk namelijk niet dat jullie weten wat het is. Misschien sommigen wel, maar niet iedereen. Dus we moeten heel even een stukje terug. Want zelf heb ik er in mijn omgeving waar ik woon, heb ik het nooit echt gezien. Maar bij Isa zie ik het altijd. Echt al best wel vaak heb ik het hier in de omgeving gezien. En ik ben benieuwd of jullie weten wat het is. Kijk jongens, zien jullie die paal daar? Wacht, ik moet mijn hand weghalen, maar misschien niet. Die paal. Weten jullie wat dat is? Laat het nu even weten in de reacties. En over 5 seconden geef ik het antwoord. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Jullie hebben... misschien goed geraden, misschien wisten jullie het al. Maar dit is dus zo'n paal die je hoort loeien ofzo. Ja, het luchtalarm is dat dus. Dus elke eerste maandag van de maand om 12 uur hoor je altijd zo... Ik zal even een voorbeeldje hier nu laten zien. En dat komt dus uit zulke palen. Ja, cool hè? En dat wist jij niet hè? Ja. Nou, wist jij? Jawel. Oh, maar jouw moeder wist het niet, toch? Nou, die wist wel dat het ergens vandaan kwam, maar niet dat het uit zo'n soort paal kwam. Nou ja, we hadden het meer ons nooit gerealiseerd dat die paal daar stond. Ja, dat heb ik dus ook. Net zoals bij school moet je waarschijnlijk ook in staan. Ja, want bij school hoorden wij hem ook altijd heel goed. Maar daar heb ik hem niet gevonden. Waar die staat. Nee, die heb ik ook niet gevonden. Maar daarom vond ik het zo grappig. De brandweer zat er ook in. Eerst hoorde ik het altijd en dan vond ik nooit zo'n paal. En hier zag ik hem en toen dacht ik, hey, dat is zo'n paal. Maar er zijn daar ook heel veel grappige filmpjes van met honden. Hier daar eentje van. Geniaal, want sommige honden die reageren er zo op, die gaan gewoon helemaal meeloeien. Maar Bumper doet dat niet, helaas. Jongens, morgen eerste Zeelandvlog. Tot morgen.